Ik heb een partij wild haar, hoor. Hé, mijn kik, joh. En ik heb bijna geen haar. Mijn vader is natuurlijk super handig, heeft best wel verstand van een aantal dingen, net dat meer als mij. Kan alles maar niks goed. Nee, maar dat is precies goed genoeg in principe. Maar we dachten van, nou, misschien wel even leuk om eventjes die ventilator, zeg maar, even te bekijken. Want in de winkel hebben we eigenlijk alles even snel gedaan. Dit is hem, hij staat hier beneden op de grond. Jij hebt hem als het goed is al aangesloten, toch? Nee, hij zit er in de doos. Hallo. Nou, vertel het maar dan. Ja, dit is hem. Dat is echt een groot ding, hoor, hè? Hier is onderkant de flens. Ja, mooi ding, hè? Ventilator zit erin, een muggenrooster zit erin. Nou ja, laten we kijken er wel gewoon aan. Oh joh, waar zit ik op? Oh, een laptoplas. Kijk, waarom hebben we de doorzichtig? Want daar komt er dus licht doorheen. En we willen graag ook in de camper altijd goed licht hebben met filmen. Dus dacht van ja, misschien is het chiller. Misschien is het uiteindelijk helemaal niet chiller. Omdat je dan, als je onder een lantaarnpaal staat, dat je dan licht naar binnen krijgt. Maar ja, dat is gewoon... En dan kun je een luikje dicht doen. Ja, dan zit er ook nog een horretje in, hè? Want er zit een horretje in, een ventilator. Ja, er zit een standaard in en de gordijntje kun je laten dicht doen. Ja, precies. Ja, ja. Er zitten best wat opties in. Super ding. Dat is ook wel, ja, was best wel prijzig. Hij was €350. €349. 39. Ja, dat is gewoon €350 dus. Komt nog btw bij, weet je wel. Maar in ieder geval, we hebben dus ook nog een ander dakraampje. Die kan echt alleen open, dicht en ventilator. En deze is dan net even wat uitgebreider. Kijk, je ziet, er zit een hele mooie lange flens in eigenlijk. Dus we kunnen hem ook mooi op het dak monteren. En dan, dus deze komt er bovenop het dak. En dan deze komt eigenlijk onder aan de camper. Aan de plafond te zitten. Er zitten afstandsbedieningen bij, dus je kunt hem ook met afstandsbedieningen kun je hem omhoog en omlaag doen, sneller. Ik weet niet of deze ook zelfs nog kan verwarmen, maar dat zou echt wel heel ziek wezen als dat ook... Er zit wel een, ja, een soort mini verwarmpje in ofzo, hè? Ik kan niks doen, maar temperatuur instellen, dan slaat hij automatisch aan en uit. Ja, oké. Niet dat hij even warmt, maar... Dat is zo'n grote afstandsbediening, joh, donder. Dat is perfect, hè? Ja, kijk, je ziet het eigenlijk al, hiermee kan die ventilator omhoog. Draaien, ja, auto, fan of aan. Maar hij wacht even, vader heeft in een soort accu'tje, denk ik, of ik weet niet wat het is. Een voeding en dan kunnen we hem even testen. Kijk, en voor de mensen die natuurlijk al lange tijd kijken, al mijn plantjes staan hier nu. Daar zorgt mijn moeder heel goed voor. We hebben wel een paar weggetiefd, hè? Een paar weggegooid, ja? Ah, maar dit is bijvoorbeeld mijn venkelplant. Die ruikt wel lekker. Dat zijn gewoon allemaal kruiden eigenlijk al mee te koken. Dus bijvoorbeeld de snakeplant. Dat is voor zuurstof in het huis. Maar ja, dat is nu allemaal gewoon hier niet handig. Dus ik ben blij dat het even hier allemaal staat. Ja, dan moet ik nog een half uur doorlullen of helemaal aan het praten. Wat dan? Daar komt hij. Wacht. Kijk wat er gebeurt, jongen. Fen! Nee, wat er meer aanzetten. Ja, die afstandsbediening staat aan. Knopje aan. Aan, ja. Oh, wacht. Dekje open. Closed. Misschien even hier richten, weet ik wel. Hij verandert wel, maar er gebeurt niks. Air-in, speed 100. Nu zie je hem uit. 100%. Doe even hier, dan doen we richting naar. Die doe jij maar even anders, want dat is helemaal kut zo. Okay. Trek hem je al naar het donderen, omdat je op dat ding zit. Zou maar zo kunnen, ja. Dan doen we net of dit niet is gebeurd en dan sturen we gewoon een berichtje van hij werkte niet. Die doet niet. Kom, jongen. Kijk dan! Wow, joh! Hij kan twee kanten op, hè, trouwens. Kijk. Dus als je dan gaat draaien, doe je hem gewoon weer omlaag. Ja. Maar dit voel je wel... Kijk, hier lopen. Even een shitje. Even koffie, hè. Hij staat nu op 100%. Moet even opletten. Ja, het maakt wel een herrie, maat. Ik wil niet vervelend. Ja, het staat in 10%, je hoort niks. Het draait gewoon, hè? Ja, ik zie hem, ja. Maar je kan hem ook de andere kant op laten draaien, hè? Ja, het is zuigt of blaast. Ja, dus ik ben er wel blij mee. Het draait uit de andere kant, zeg je? Ja. Het draait uit de andere kant. Oei. Oh, wat doe je? Dat is beschermd. Dat moet je pas aan doen als hij erop zit. Ja, gast. Hey, Keel. Keel. Maatje, wat doe je? Oh, zo mooi. Andere kant op, let op. Weet je? Ja. Ze dus kun je van richting verwisselen. Dekje automatisch. Ja, dat is wel lekker hoor. Nou, dit is dus het andere dakraampje. Je ziet ook gelijk al even het verschil. Deze is ook gewoon 3 keer zo goedkoop. Kijk, hier zit dus wel zo'n muggending in. En als het goed is ook een ventilatortje. Nee, die zat er niet in, want er was er natuurlijk een airflow, dat die gewoon altijd wind er doorheen kan. Nou, je draait mee open, kijk. Ja. Dus hier zit zeg maar geen ventilator in.
Er zou een dakje meer over. Kijk, maar hij heeft wel altijd tocht, zeg maar. Nee, die doe ik meer op. Oh ja. Kijk, het enige nadeel van dit soort dingen vind ik, net zoals gisteren, dan waait het heel hard, maar dan staat bijvoorbeeld die wind zeg maar, richting deze kant en dan heb ik altijd bang dat die openklapt, weet je wel. Dat moet een ding doen natuurlijk, maar ja. De sperma, kijk, hij zit niet, blijkbaar niet helemaal dicht. Hè? Nee, precies, ja. Ik weet het eigenlijk niet eens. Maar dit is top, deze ja, dit dakraam is €75, perfect, dat is een mooie prijs. Ja, of het top is, dat weet ik niet, dus zullen we achter komen. Dat is ook zo. Maar qua prijs is top. Een hele goede morgen. Bram is inmiddels gearriveerd en hij is een half uur te vroeg. Ik was nog aan het editen. John is vandaag naar de markt, dus die gaan jullie hoogwaarschijnlijk niet zien. Maar Bram en ik gaan vandaag een beetje aan de wagen klussen. Laten we even kijken. Hoe ver hebben we lucht, hè, nog? Ja, vies, hè? Echt goor, ja. Maar dit is hem, hij is echt vol mooi, kijk. Ja, ik ken ze. Hij heeft ook sleuteltje alles erbij en zo. Ja, dat is ook logisch, maar alsnog is wel mooi. We gaan hem eerst maar even uitpakken. Ja, is goed. Ja, best wel, hè? Steekje ergens. Oh, hij is kleiner dan we hadden uitgerekend zelfs. Of niet? Zie je de lijnen? Maar dat is niet erg. Dat is alleen maar beter en heeft meer ruimte. Nee, we hadden echt serieus deze lijn gepakt. Oh. Dat is de tafelpoot. Wat is dat dan? Oh, een schut. Oh, hij is echt... Huh? Huh? Wat is dit? Zit dit er al een tafel op of zo? Of is dat het onderframe? Oh. Oh. Ja, geluk. Oh, dat scheelt weinig. Oh, ik kan echt misschien net aan. Nee, dit is gewoon ervoor gemaakt, ouwe. Eerlijk. Wow! Ah, het is perfect! Dit is het idee voor nu eventjes. Ik vind het best mooi. Hij blijft wel los staan. Maar dan als hij rijdt, moet hij wel plat. We kunnen hem altijd nog vasten. Hier doen we hier een bouwtje erin maken. En dan zo is hij hoog. Ja, ik vind het donders mooi. Vooral met die kast er ook zo bij. We kunnen hem ook naar buiten gebruiken, hè? Eventueel. Als tafel. Ja. Dat is wel een goeie. We laten hem los. Ja, is goed. Voorlopig. Oké. Okay. We zitten nu in de auto. Om even blauw, hè? Ja, altijd vermeld toch, weet je wel. Voor mensen die het niet begrijpen. Zit je nou weer als Chantal te kouden? Nee. We gaan even afval weggooien. We hebben heel veel zooi achterin liggen. En die gaan we even wegbrengen. Jij hebt die pas, hè, nu? Ja. Wat vind je van tot nu toe? Van het huisje? Het ziet er best leuk uit, hè? Jawel, ja. We hebben echt heel snel het afval weggegooid. Ja, Thea belde, hè? Dat de kelder vol liep. En je piepschuim op je hoofd. Nee, mijn moeder belt. Oh, je moeder belt. Ik dacht dat Thea bij jullie thuis. Nee, mijn moeder. Oh, oké. Oké, bij de moeder van Bram, oma van John, loopt de kelder vol met water op dit moment. Dus we gaan even kijken. Heb je wel vaker dan? Oh jee. Ja, alleen als zo aangereerd. Oké. Maar het gaat maar om de spullen die erin staan en dat werd dan nat. Ja, ik zat op een klein plasje water. Ik dacht dat er een leiding stond te lekken mee. Hè? Je doet net de hele kelder een halve meter water toch. Ik schrok me kapot. Oh, gehaast. Ja, maar ik dacht, dat gaat wel gebeuren natuurlijk. Ja. Maar schoon grondwater. Maar nu ziet het er eventjes zo uit. Deze kast die komt er gewoon waarschijnlijk gewoon daar te staan, denk ik. Maar voor het idee even, komt nog een keukenblad op. En dan hieronder. Ik denk wel echt dat dat mooier is. Ja. Ja, dit is natuurlijk, om hier naar binnen te komen is niet makkelijk. Ja, dat is wel een ding. Echt mooi. Kijk dan. Dat is zo mooi. Daar zit hij hoor. Mooi bakje. Ja, lekker. Even maken in de keuken. Hier dan de douche. Maar die douchebak gaan we weer hoogwaarschijnlijk niet doen. Die gaan we weghalen. Nou, perfect. Easy. Dit is nu op dit moment het resultaat. Het is een mooi spul. Ja, ze donders groot zijn ze ook. Oh, dat is niet normaal. En hier komt dan waarschijnlijk een ruimte achter. Met bedradingen en zooi en alles. Accu's. Gas. Van alles en nog wat. Je ziet even hier hoeveel ruimte er eigenlijk in past, hè. Pas gewoon... Jij past er gewoon in. Wij passen er samen wel in, denk ik, hoor.
Straks zitten we vast. Ja, dat denk ik ook. Uurtje. Van de vis eten. Lekker. Lekker. Even een uurtje rijden en een uur weer terug om een visje te eten. Maar, dat is wel leuk. Visje is altijd lekker. Ja, toch? Oké, we zijn gearriveerd. En ik ben heel benieuwd of hij ons ziet. We gaan even kijken. Ja, daar staat hij. Ziet hem nog niet. Ja, met zijn muts op. Hij heeft een muts op. Ja. Nou, parkeer maar gewoon de auto. Oh, ik kan het niet mooi neerzetten zo. Hij staat alleen maar met vrouwtjes, zie je dat? Bram, hij heeft niks in de gaten, hè? We blijven zitten hier toch? Hij heeft niks in de gaten. Waar staat hij daar? Staat hij hoor. Nee. Kom, we gaan gewoon een keer bij het kraam staan. Kom, we gaan. We staan maar een visje voor open. Even zwaaien naar de vlog, jongens. Hey! Zag je zijn reactie? Ja, heel goed. Nee, hij keek me al een paar keer aan. Hè. Hij zat echt bij een paar keer aan te kijken. Is hij bezig, hoor? Voor u. Kan ik je wat helpen, nog? Hey. Ja, hier wordt het allemaal gebakken, jongens. Live in echt, in het echt. Hè. Zo gaat het vanuit de scherm. Hè. Dus als wij aan het werk zijn, dan ziet het er zeg maar zo uit. En het is beuk, hoor. Dus het is wel leuk dat mijn vader en oom hier even zijn. Manuela natuurlijk. Ja! Kijk, voor de mensen die mij dus lange tijd volgen, ik werk dus af en toe... Eén keer in zoveel tijd. Eén keer in zoveel tijd ga ik wel eens mee naar de vis. Maar ik heb dus ook een tijdje in de vis dagelijks gewerkt. Dat was dus met deze visboer. Heel veel mensen hebben mij daar ook gespot. Dus dikke shout-out aan alle mensen die mij wel eens in of in Borklo of in Lisse, Noordwijkerhout, Leiderdorp hebben gezien. En nu komt mijn schatje vandaag gewoon helemaal langs vandaag om lekker hier... Kan wij die tijd vis te eten? Nee, eigenlijk niet. We komen gewoon voor jou. Even slapen je ook. Lekker met mijn haring in de handen. Ik ben niet voor jou. Okay. Helemaal van mij komen ze gewoon. Ik vind het echt leuk dat je langs komt, maatje. Ja? Ja. Ja, je vader kwam eigenlijk mee. Die van ja, ik ga niet van Bram vragen om een uur heen en weer te rijden. Zei van, zullen we een speciale baby zonder? Ik ben natuurlijk all in gelijk, ja. Weet je? Nee, ik wist al dat. Ik dacht vorige keer al dat ik hem zag namelijk. Maar, ja, ik wil eens verhalen verteld, ja. Ja. Van dat hij een keer langs kan fietsen. Ja. Hij zei, hey, love it, hè? Hey. Nou, maatjes, eet smakelijk. Ja, dankjewel, hè. Gezellig dat jullie even langskwamen. Mijn kippenlimmetje? Nee, joh, maat, ik heb al genoeg kippen. Zitten we dan? Met een lekkere visje. Lekker, hè? Dirigent, toch? Ja, echt. Dat kan ik iedereen aanbevelen. Het is ook een hele mooie wagen. Ja, het is een hele mooie wagen. Jongens, ik ben thuis aangekomen. Thuis, nou ja, in de camper. En ik moet zeggen, het wordt wel steeds kouder. Is nu, ik ga even kijken hoe koud het is ook. Even kijken, het is nu 10 graden met heel veel regen en wind. En het is best koud. En ik zit er zo bij met mijn knieën onder mijn trui. Ik ben aan het editen. De zon is daar nog lekker te bikkelen in de kou. Het is 4:30 nu. En over een minus uurtje ga ik werken. Ik ga even de video afediten. Ik weet niet, maar ik heb een beetje hoofdpijn. Het kan ook door het weer komen. Ik heb echt weinig vitamines binnen, merk ik. Echt te weinig. En ik merk dat mijn lichaam er heel erg slecht op teert. Wat ook natuurlijk logisch is. Ik eet niet gezond. En ik eet ook niet heel goed. Ik drink ook niet goed. Dit hele flesje water is 50 centiliter. Nog een halve liter, zeg maar. En dat is het enige wat ik ook heb gedronken. Dus ik zorg niet heel goed voor mezelf. En dat is niet zo heel chill. Maar het is nog steeds even zetten. Het is echt heel moeilijk. We zijn natuurlijk in de ochtend bezig geweest met filmen. En met de keuken en alles. En in de camper te bouwen. Ik vond het heel leuk dat ik even naar de zon ging. Ik denk, ik vond het volgens mij ook heel erg leuk dat we even kwamen. Want dat maakt me heel erg blij om hem even te zien. Normaal, John en ik zitten een hele dag op elkaars lip natuurlijk. Maar toch, als hij een hele dag weg is, dan mis je hem toch wel. Dus ik merkte ook aan hem dat hij het heel erg leuk vond. Het is inmiddels al wat later geworden en John is nog steeds aan het werk. Nu moet ik ook gaan werken, helaas.
van ja, helaas, ja, het is zoals het is. En John en ik lopen elkaar net mis. Ik moet nu beginnen en John is dan nu bijna klaar. Dus ja, ik ga nu weer naar mijn werk toe. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En ik zie jullie morgen weer bij een gloednieuwe video. Volgens het weerbericht is er morgen regen op komst. De temperatuur schommelt overdag rond de 13 graden, waarbij het 's nachts afkoelt tot 9. Dat is zo random. Dat is echt random. Nou, bedankt. Morgen gaat het dus regenen, schijnbaar. Maar ik ga door de regen naar mijn werk, waar ik geen zin in heb. Maar nogmaals, jongens, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. Bedankt voor het reageren. Bedankt voor het volgen van ons avontuur. Het gaat elke dag steeds gekker en gekker. En blijf ons volgen, want het wordt alleen maar gekker. En we gaan ook steeds meer stappen maken. Dus jongens, bedankt, bedankt, bedankt. En adios. Dit spelletje goed hoor, naar voren blijven lopen. Nou, we lekker thuis. Hard gewerkt, was even gezellig weer. Ja, zometeen heb je dus Rico Verhoeven tegen Osaro Cookie. En voor alle mensen die hebben gekeken gisteren, moet nog gebeuren, het is super spannend. Ik hoop eigenlijk dat Rico gaat verliezen, want dat betekent dat eigenlijk de hele divisie, de hele kickbox ding waar eigenlijk Rico in zit, in de categorie, zeg maar, de klasse, staat dan weer open. En ja, dat zou ik wel vet vinden. Ik ga er vanavond lekker kijken. Het is al begonnen bij mijn vrij aan de laatste kant. Ik ben dus laat thuis. Ik heb bij mijn ouders even gedoucht. Vervolgens was mijn schoenen vergeten. En sleutels mijn kop hadden bij een omi. Dat heb ik ook nog geweest. Dus chaos, chaos, chaos. Snel, snel, snel. En dacht ik, ga even nog een stukje vloggen voor jullie. Om de video toch nog even af te sluiten. Waarschijnlijk van hem helemaal afgesloten. Ik weet het niet. Ik was er vandaag dus niet bij geweest. Ze is wel eventjes langs geweest. Samen met mijn vader. Superleuk. Ik weet eens wat ik allemaal heb gezegd in die vlog. Want ja, ik ben aan het werk, weet je. Zo heb je eigenlijk niet echt tijd voor. Dus mensen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het liken. En als het goed is, gaan mannen en ik morgen lekker weer naar de kerk. We zijn lang niet geweest en ja, het is toch belangrijk om te gaan. Zelfs in deze drukke tijd, zelfs in deze moeilijke tijd. Dus ik ben benieuwd waar de dienst morgen over gaat. En misschien kunnen we daarna nog wat over vertellen. Dus ik zit hier in een regenachtige dag in de camper. Of een zaterdagavond, in de nacht al ondertussen. Lekker Rico, lekker Glory te kijken. En ik wens jullie al het beste, mensen. Later.